Ja, ik ben Hans Kenis. Ik werk nog altijd bij Kebissa. Sinds vorig jaar januari. Ik werk eigenlijk aan hetzelfde project als Pascal. Dus ik denk sommige dingen zullen ook wel een beetje terugkomen van wat Pascal juist verteld heeft. En ik wil het hebben over functional domain modeling. Oké, dus deze presentatie bestaat grotendeels uit drie delen. Dus het verleden, nu en de toekomst. Het verleden ga ik een beetje vertellen welke dingen er gebeurd zijn die ervoor gezorgd hebben dat ik dit een interessant onderwerp vind. En dan het heden ga ik even vooral wat Elixir-code voorbeelden geven van dingen waar ik nu mee aan het experimenteren ben om functional domain modeling toe te passen in Elixir. En dan de toekomst is eigenlijk gewoon een heel korte lijst van topics die ik denk die nog interessant kunnen zijn, die me kunnen helpen om meer te leren over dit onderwerp. Oké, beginnen we met het verleden. Of how did I get here? To this point, op dit punt in mijn leven. Dat is een beetje over mij. Ik ben ongeveer 12 jaar software developer. Mijn eerste job was als game developer in de gokindustrie. Er is een zeker interessante ding gebeurd, maar niet echt dingen die relevant zijn voor deze presentatie. Mijn tweede job daarentegen wel, dus daar heb ik ongeveer 7 jaar gewerkt. Ik ben daar begonnen. Dat was ook een nieuw project, dus een Greenfield project. Dat was een heel klein bedrijf. Die ging een .NET applicatie bouwen voor sportclubs. Dus daar kwam ik in een gigantisch team van 2 developers terecht. En in het begin was het echt geweldig. We kwamen al bij het net van school. We dachten van, wij zijn developers. Achteraf, als ik er nu op terugdenk, dan besef ik nu van hoe weinig we eigenlijk toen wisten. Van, ik wist wel niks van unit testen, BDD, TDD, CI. Dus eigenlijk was het gewoon, ik had in school wel eens een beetje gehoord van blackbox testen. Maar er kwam gewoon niet mee op dat het iets was wat mensen echt in de productie zouden gebruiken. Dus het was eigenlijk vooral een beetje weghacken en dingen schrijven. En dat was heel leuk. En ook omdat we geen users hadden in het begin, dus dat is ook heel leuk. Dus geen feedback. Dus dat ging best wel een tijdje goed. Maar dan kun je het wel een beetje voorstellen wat er gebeurt. Het team groeit een klein beetje, er komen wel klanten. Je blijft gewoon weghacken op die codebase en je komt terecht in al die horror stories die op de intro kunt lezen. Dit is dan een screenshot van onze app. Dat was echt wel echt iets wat wel ophing in het bedrijf. Dus we konden zelf nog een beetje mee lachen. Maar die UI representeert ook wel een beetje. Dit is een beetje puin op aan de buitenkant, maar het representeert ook hoe dat het aan de binnenkant eruit zag. Na jaren gewoon weghacken en dingen aanpassen. Was de Big Pile of Mud architectuur, de meest gebruikte software architectuur in de wereld, denk ik. En na een paar jaar, we hadden low velocity. Toen gebruikten we die term wel niet, maar achteraf gezien hadden we low velocity. Code was heel hard aan te passen, heel moeilijk om features bij te bouwen, simpele dingen toevoegen, werd echt werk van weken. Dus als gevolg, ongelukkige klanten, ongelukkige developers. Niet zo'n heel fijne situatie om in te zitten. Maar toch, achteraf gezien denk ik nog altijd wel dat dat een zeer waardevolle les is geweest. En dat het wel goed is om daar een keer in te zitten. Dus omdat je wel veel meer begint te appreciëren, vind ik. Zo die best practices en al die tools en zo. Je begint veel meer te appreciëren. Als je echt in een probleem hebt gezeten, dan begin je echt wel te appreciëren welke dingen die oplossen. En begin je echt te beseffen, vind ik, van welke waarde die tools echt bieden. Dus we zaten in die situatie. Dus dit is mij, een paar jaar later. we waren een beetje gefrustreerd, maar bleef ik niet bij de pakken zitten, dus ik ging een hele hoop bijleren. Ik ging heel veel boeken lezen, blogs lezen. Dus ik leerde over Agile, Scrum, TDD, BDD. Ik las heel veel die blogpost van Joel Spolsky, die jullie die kennen. Oprichter van Trello en Stack Overflow. En daar had ik nergens die blogpost gevonden van 12 steps to better code. Dus daar kwam je dan
het idee, of dat was dan zo'n PC onder mijn bureau die niet gebruikt werd. Dus die had ik aangezet en dat werd dan de build-PC. Zelf zet ik die weer uit. Dat was voor de cloud. Dus ik begon toen wel heel veel dingen bij te leren. En het ging ook wel een beetje beter. En dan kwam ik ook dit boek tegen. En toen ik dat lezen was, dat heeft echt wel een grote impact op mij gehad. Twee dingen die erin stonden, die ik echt wel super interessant vond, is het ene is ook een beetje wat Pascal verteld heeft. Zo, het feit van dat je als je een groot complex domein hebt, dat je dat mag en kan onderverdelen in kleinere subproblemen. En dus dat een speler, dus ja, wat wij ook hadden, was wel aan spelers. En dat was een gigantische tabel met heel veel kolommen, omdat we dan ook zoveel verschillende domeinen hadden. We hadden medisch, scouting, training, was allemaal jeugdopvolging en zo. Dus en daar zag ik van, het is oké om dat op te delen in kleinere deeltjes. En dan de speler, het ID is eigenlijk de identiteit van zijn speler. Een ander ding wat ik ook uit dat boek gehad heb, is dat je als software developer mee moet zijn als gewoon de persoon die code inklopt. Dat je eigenlijk als software developer zelf een domeinexpert moet worden. Dat je zelf goed moet weten welk probleem dat domein dat je in zit. Want je code is eigenlijk een representatie van hoe goed jij het probleem snapt. Dus hoe beter jij het domein kent, hoe beter code dat je kunt schrijven. En dat vond ik echt wel heel interessant om over na te denken. En ook om dan zo om daar dieper op in te gaan. Ik vind het al wel een beetje jammer, want als je nu hoort TDD, denk heel veel developers denken dan onmiddellijk van CQRS, Event Store. En dat zijn dan een beetje zo de technische architecturen die eruit gekomen zijn. En dat is precies het enige wat een beetje blijft hangen. Dus ik vind het een beetje jammer, DDD, dat zo de interne, de onderliggende filosofie en boodschap, dat een beetje verloren gaat. Maar ik snap dat ergens wel, want ik heb hier wat is DDD, maar ik vind het heel moeilijk om uit te leggen wat DDD precies is. Als ik het één woord zou moeten samenvatten, zou ik zeggen language, dat taal heel belangrijk is. Dat je moet proberen te vermijden dat er een translatielaag is tussen je domeinexpert en je code. Als je domeinexpert het heeft over drafts, dan is dat ook iets wat je eigenlijk in je code zou moeten terugvinden. Dus dat je niet, dat het daar niet shipment heet of zoiets. Ik kom er zo de volgende slide op terug. Is dat goed? Ik kom er zo op terug, als het goed is. Dus DDD is dan vooral die focus op een gedeelde taal. Een beetje vermijden dat er termen in die code zitten die in het domein niet echt toepasbaar zijn. Dus ook een beetje vermijden van al die managers, factories, singletons. Als je het dan mee over hebt met een domeinexpert, die heeft geen idee wat dat voorstelt. Dat vond ik allemaal heel interessant. Het kan niet toegepast worden op elke software-applicatie, denk ik, voor games en systems programming, embedded systems. DDD is niet echt geschikt voor die problemen. Maar wel voor saaie business enterprise systems. Want die dan toch wel enige complexiteit hebben. Want voor simpele CRUD-applicaties is DDD gewoon overhead in mijn ogen. Maar ik denk wel dat veel systemen beginnen als CRUD, dat ze denken van het is niet zo complex, maar als je dan dieper begint te graven, zijn er dan toch weer heel veel regels. Is het toch complexer als mensen initieel denken? En DDD zorgt er dan eigenlijk voor dat je die complexiteit mooi kunt behandelen. Wat is dan een domeinmodel? Domein, een beetje terminologie. Domein is datgene waar domeinexpert expert in is. Ja, dat is mooi gezegd. Dus, maar het geeft wel aan, het domein is echt gewoon ook de echte wereld, zal ik zeggen. Domein is de realiteit en de echte wereld. Een model is dan eigenlijk een abstractie van dat domein. Dus gelijk een UML-diagram is een model van dat domein.
whiteboard drawings is een model van dat domein. Uw code is een model van dat domein. Hoe dat jij denkt over het domein, is eigenlijk een model over het domein. Dus dat is ook wat die code hier zegt, van eigenlijk zijn alle models verkeerd, maar sommige zijn bruikbaar. Dan geeft dat ook aan van, een model is altijd een simplificatie van de realiteit, maar ja, sommige lossen problemen op en andere niet. Oké, en wat DDD dan zegt, is van het beste is om die complexiteit op te lossen in het domeinmodel. Ze geven aan van een domeinmodel te bouwen wat geen dependencies heeft, of zo weinig mogelijk. Ja, je kan wel externe libraries gebruiken, niet echt nodig, maar geen dependencies op infrastructuurcode, dus geen dependencies op framework, op logging libraries of zo, op frameworkcode. Dus al die dingen, als je die dependencies ook niet legt in het domein, dan forceer je jezelf om om die infrastructuurcode ook uit uw business logic te houden. Dus je zal daar nergens, of toch niet snel, functies tegenkomen die gaan over het opslaan van een model en zo. Dat is iets wat bovenop je domein gebouwd wordt. Je domein moet echt code zijn die de taal spreekt van je domein-expert. Is dat een beetje, is dat te vaag? Oké, als je dat dan allemaal doet, dan kom je eigenlijk een beetje automatisch bij zo'n soort architectuur uit. Dus Onion Architecture of andere namen zijn Hexagonal Architecture of Ports and Adapters. Ook allemaal een beetje hetzelfde concept. Die zeggen van, je domeinmodel is ook de kern van je applicatie. Ah ja, wat hier cruciaal in is, van, is dat de dependencies naar binnen toe gaan. Dus die buitenste ringen mogen een dependency hebben naar binnen toe, maar niet andersom. Dus je infrastructuur heeft dependency op application services en zo verder. Dus dat wil ik zeggen dat die buitenste ringen zijn eigenlijk ook delen in uw programma dan, die vrij makkelijk swappable zijn. Die kun je makkelijker vervangen door een andere webframework of database, ORM. Met dit, het domeinmodel, blijft dan, daar zit echt de business logic in die herbruikbaar blijft. Oké, dus dat vond ik allemaal heel interessant. Dus toen ben ik een andere job ook gaan doen, want ik wou DDD verkopen aan de hele wereld. En ik dacht van, ik kan de wereld verbeteren, ik kan overal DDD introduceren. Maar dat is ook niet gemakkelijk. Dus ik heb dat wel geprobeerd te interesseren bij verschillende projecten, maar langs de ene kant heb je dan ook developers willen eigenlijk gewoon dingen bouwen, veel developers. En domein-experts willen gewoon developers die gewoon dingen bouwen. Dus het is zo moeilijk om domein-experts te vinden die dit soort commitment aan willen gaan. Ik heb het niet gezegd, denk ik, maar bij DDD is ook een beetje het idee dat je echt een collaboration hebt tussen developer en domein-expert om een shared model te bouwen. Dus. Ik probeerde DDD toe te passen, maar ja, 2 jaar geleden dan. Ik werd ook wel een beetje beu om altijd zo die conflict aan te gaan en zo. Ik wou ook gewoon dingen bouwen. Ik vind nog altijd wel DDD. Ook al kan je dat niet zo toepassen, gelijk ze in het boek zeggen of zo. Ik denk echt wel dat het een betere developer van u kan maken. Maar ik kreeg dan ook andere interesses, dus dat kwam een beetje op de background. Ik begon bij Elixir te studeren en ik begon bij Cabista te werken als een Elixir developer. En dan een paar grappige dingen gebeurden. Of grappig. Ja, toen begon ik een paar dingen te herkennen in Elixir. Acto had dan een repository padden. Dus niet echt uitgevonden door DDD, maar wel iets waar er regelmatig in terugkomt en wat nodig is om uw domein van uw database af te schermen. En dan een paar maanden later kwam een nieuwe versie van Phoenix uit. En waar dat ze dan het in één keer gingen hebben over context. En ik dacht van, hé, dat ken ik. En dat ging ik wel verder lezen. En dat bleek ook effectief wel een beetje te komen uit de bounded context term uit DDD. Een bounded context is eigenlijk wat DDD gebruikt om een subdomein aan te delen. Dus eigenlijk gewoon een deel van het grotere geheel. Dus,
zo'n rollen krijg ik toch weer een beetje terug in. Want ja, dit valt interessant. Dus ik dacht van, heel leuk. Dus zeker toevallig bij die lexer. En eindelijk begint de wereld DDD te kennen. Dus ja, ik kreeg zo'n beetje nieuwe interesse. Maar een paar dingen die ik dan wel moeilijk vond, is van wat DDD ook aanbiedt in het boek, is verschillende design patterns. Voor hoe dat je dan in het domein dingen kunt modelleren. Ze bieden dan value objects, entities, aggregates, domain events. En al die voorbeelden daarvan, als je op internet ook kijkt, worden dikwijls gegeven in een object-oriented taal. Dus waar ik nu veel mee bezig ben, is mij af te vragen van hoe kan ik dit vertalen naar functional programming en Elixir. Dus ja, dit is wat mij s'nachts wakker houdt. En vooral de intersectie tussen die drie onderwerpen dan. Ja, dat is dan komen we bij het nu. Dus ik werk ook in DDD en waar zei ik, in Elixir. Ik kan niet lezen en babbelen tegelijk. Dus ja, zoals ik al zei, ik vind het wel uitdagend om te zoeken hoe ik die patronen kan omzetten naar Elixir. En ik denk niet dat dat mogelijk is om dat ene been te doen. Dus probeer ik een beetje wel die filosofie van DDD ook te integreren in Elixir code. Dus een tijdje geleden kwam ik dit boek tegen. En dat is echt wel, dat vind ik ook een heel goed boek. Dus eigenlijk doet hij hetzelfde als wat ik ook heel interessant vind. Allee, het enige probleem is van dat de voorbeelden in F-sharp zijn. En ja, wat heel veel in dat boek terugkomt, is dat hij modelleert dan. Dus hij geeft heel veel voorbeeldcode van modelleren. En hij gebruikt heel veel het type system van F-sharp. En dat is dan ja, in Elixir iets moeilijker, omdat het dynamically typed is. Maar ik vind het toch interessant om daarover na te denken. En kunnen we niet ongeveer hetzelfde hebben in Elixir? En bonuspunten als het leesbaar is door een domeinexpert. Dus ja, dan ga ik een beetje Elixir code laten zien om een domeinmodel een beetje op te bouwen door een DDD-filosofie. Dus ja, stel dat je een customer hebt in applicatie. Dus dit is heel simpel. Definiëren een module voor customers. Als men de customers te maken heeft af te handelen. We maken een functie new die als input heeft first name, middle name, last name, email. En we geven een map terug. Een map is gewoon eigenlijk een verzameling van fields. Dus als we die functie ergens gebruiken. We maken een nieuwe customer aan. Dan krijgen we een map terug met die fields. Maar maps heeft wel wat serieuze nadelen. Als je nu je kan op een map makkelijk fields toevoegen en verwijderen. Dus je kan er niet van uitgaan dat een field e-mail aanwezig is als je zoiets binnenkrijgt. En iets anders ook is als je ergens een typfout hebt, dan weet de compiler niet, die zal er niks over zeggen, want die heeft geen idee dat je eigenlijk last name in plaats van list name. Sorry. Nee, bij maps niet. Maps is echt gewoon een verzameling van fields die is eigenlijk een key value dictionary, zou ik zeggen. Ja, maar dat is gewoon een nadeel dat je niet zeker weet dat het een valide e-mail is. Ja, precies. Dus we gaan verder. En het eerste ding wat we kunnen doen is in plaats van een map gebruiken we een struct. Dus dat is er straks ook al een beetje terugkomen. Dus een struct heeft een aantal voordelen ten opzichte van maps. Vooral dat als je een. Dus dit geeft aan. Het trekt heel veel op een map, maar dit geeft dan aan dat het een struct is van customer. En dan hier houdt de compiler wel rekening mee. Omdat je dan hier defstruct hebt gedaan, weet de compiler van Elixir van ik verwacht deze fields. Dus als je hier ergens een typo maakt of zo, dan gaat hij daar wel iets van zeggen. Dus dat is wel is al iets beter. Oké, dus als we dan de new functie aanroepen, dan krijg je in plaats van een map krijgen we een struct terug. Bijna hetzelfde, iets meer type safety. Maar, dat had wel een groot probleem.
Als we dit uitvoeren, customer 1, 2, 3. Oh, hier ben ik vergeten mijn slide te updaten, want eerst had ik 3 argumenten. Maar ik heb die er nou eenmaal toegevoegd, dus dit moet eigenlijk 1, 2, 3, 4 zijn. Maar dan krijgen we dus gewoon een customer struct terug, waarvan first name 1 is, last name 3. Ja, en dat is eigenlijk niet wat we willen hebben. Hè. Dus, ik ga weer een beetje verder. En dit is dan ook heel veel wat in die boek altijd terugkomt van. Je wilt echt vermijden dat dit mogelijk is, vind ik. Je wilt vermijden dat je een customer kunt hebben waar deze waardes in zitten. Omdat je dan weet, als je een customer ergens gebruikt, dat object, dan weet je van wat erin zit, kan ik vertrouwen dat die data correct is. En ook om te vermijden dat je overal dezelfde validatiecode moet gaan schrijven. Maar, zoals ik al zei, Elixir heeft geen static typing. Maar hij heeft wel iets anders. We kunnen wel typespecs toevoegen. Dus wat we hier zeggen is, we maken een type t, dat is eigenlijk gewoon een functie. En we zeggen, ik heb hier een type t, en dat is eigenlijk een customer struct, waarvan firstname een string is, waarvan al deze fields stringvelden zijn. Dan kunnen we ook een type spec zetten op de functie zelf. Dus we zeggen, ik heb hier in deze module een new functie. Die krijgt 4 strings als output, input. Sorry. En als output is dan een customer t. En die t is dan eigenlijk dit type. Dus we zeggen van, die nieuwe functie heeft als output dit type. Oké, dat is heel mooi. Dat is wel zeker goed voor documentatie naar andere developers, vind ik. Dat je weet van, als ik die functie heb, zie je wel onmiddellijk welke types dat er verwacht worden en wat dat je dan terugkrijgt. Maar, sorry? Dat is 0, ja. Ja, dat komt samen ook terug. Hoe als ik hier 0 meegeef of zo? Ja, dat gaat ook. Ah, ja, dus, het komt samen ook wel terug. Zo. Dus het kan. Dus ik leg hier ook zo. Dit moet ook nog 1, 2, 3, 4 zijn. Dus wat ik wil zeggen is, van, we hebben dit toegevoegd. Maar de compiler gaat er niet naar kijken. Je kan nog altijd ergens in de code dit hebben staan en de compiler zal er niks van zeggen. Dus dat is wel jammer. Omdat, ook al heb je die typespecs, ook al zegt hij van, dit is wat het is, maar het blijft dynamic typing. Dus ja, compile time kun je dan wel fout krijgen. Wat zeg ik? Runtime bedoel ik. Maar dan is er wel een tool waar Pascal ook al even over gehad heeft. We hebben Dialyzer in Elixir en die gaat dan wel die typespecs gebruiken. Om te controleren of dat wat je code allemaal doet, of dat er wel overeenkomt met je typespecs. Dus dat is eigenlijk een stap die je na het compilen kunt doen, en die gaat in je code helemaal afgaan, en kijken van, komt hij wel overeen met de typespecs. Dus als je dan deze code bijvoorbeeld, we hebben een customer onboarding module bijvoorbeeld, en die heeft deze functie die ik juist ergens anders liet zien, hè? En je runt dan dialyzer, dan krijg je wel fouten van, wat staat hier? De call customer new breaks de contract. Dus die zegt hier van, je geeft hier integers mee, maar ik verwacht 4 strings. Dus daarom ook dat het wel een waardevolle tool is om in uw CI te hebben en zo. Dus dat is al iets beter. Maar, vormprobleem. Hier. Hier wil ik 0 mee, maar ik kom er zelfs ook nog op terug hoe dat we dat kunnen modelleren. Dus wat we hier het probleem is, van we maken een nieuwe customer aan. Maar dit is geen e-mailadres, maar we verwachten daar wel een e-mail. Dus dit is wel een string, maar geen e-mail. En dit is volgens mij iets wat heel veel terugkomt in veel codes, is in codebases. Is dat een string is eigenlijk nooit zomaar een string. Een e-mail is niet zomaar een string. Er zitten regels aan. Een string moet voldoen aan een bepaald formaat. Een URL bijvoorbeeld is ook niet zomaar een string. Het moet een host, een port, een pad. Een integer is bijna nooit zomaar een integer. Als het een quantity is, kan het niet negatief zijn. Als het over geld gaat, dan heeft het een bepaalde currency of zo. Dus, oh, mijn batterij is op. Ik heb me dat er wel liggen. Maar.
En wat we dan ook willen doen, is proberen om dat vast te leggen in het type system dan. Dus we maken eigenlijk zelf een nieuw type aan. En we maken een nieuw model aan een e-mailadres, die een e-mailadres voorstelt. En we zeggen eigenlijk, een e-mailadres is een type string, maar we maken hem wel opaque. En die opaque wil eigenlijk zeggen van, ik heb dit type wel, maar je mag niks weten van de internals. Dus de dialyzer, voor dialyzer betekent die opaque, van, dat je niks interne kennis van het e-mailadres mag gebruiken. Dus moesten we ooit e-mailadres hier toch willen voorstellen door een struct, de opaque zorgt er eigenlijk voor dat we dan makkelijker kunnen gaan refactoren later, omdat die opaque ervoor gaat zorgen dat die interne kennis nergens gebruikt gaat zijn. Oké, en dan hebben we een functie nieuw voor een mail, e-mailadres. We geven een string als input en we krijgen een e-mailadres terug. Ja, wat ik hier vergeten ben is eigenlijk, hè, want we doen hier zo'n regex validation om te zien of het een valid e-mail is. Dus die return type moet eigenlijk zijn e-mailadres of validation address. Dus die mag erbij denken. Oké, als we dan ons customer model aanpassen. We hebben nu hier, in plaats van e-mail als een string, hebben we nu een e-mail als een e-mailadres. Als we dan ons spec hier ook aanpassen, we verwachten hier een e-mailadres. En je gaat dan dialyzer opnieuw op die vorige code. Ah ja, dus we hebben deze code ergens in het domein staan. We proberen een customer aan te maken met deze values. En we runnen dan dialyzer. Krijgen we een warning hier, heel cryptisch. Maar hier staat van does not have an opaque term of type e-mailadres. Dus dialyzer outputs zijn een beetje cryptisch. En dan hebben we tijd nodig om goed te begrijpen. Maar dat went wel een tijdje. Dus dit zorgt er wel voor, en dat vind ik wel mooi eigenlijk, dat hier altijd een valid e-mail wordt meegegeven. Want je kan alleen de opaque type krijgen door die nieuwe constructor van die e-mailadres te gebruiken. Dus als je ergens een e-mailadres als input vraagt, dan kan je ervan uitgaan dat het een valid e-mailadres is. En dat is ook mooi dat die validation code dan op één plaats zit, in plaats van dat je op verschillende plaatsen gaat functies oproepen of dezelfde regex schrijven van hoe een e-mailadres eruit moet zijn. Oké, dus als we onze code van hier aanpassen, we maken hier een e-mailadres aan met een valid e-mailadres, dan kunnen we de customer aanmaken met die e-mailvariabele. Oké, nu ga ik een beetje sneller gaan nemen, want hetzelfde principe kunnen we eigenlijk toepassen op bijvoorbeeld first name, middle name, last name. Dikwijls is daar ook een soort validation op van een last name. First name mag 50 characters zijn. Dus dan kun je een wrapper type maken, een string. Die kunt aanmaken met nieuw en die valideert of die string maximum 50 characters is. Dus als je dan ergens die string 50 binnenkomt, kan je ervan uitgaan, dat is een geldige name. Nog een stap verder is dan bijvoorbeeld dat we middle name optioneel willen maken. Dus een simpele manier is ook, wat je hier ook kan doen, is zeggen van dit is een string or nil. Dat zou ik ook voldoende. Ik heb een idee uitgewerkt, maar ik weet niet of ik hier zelf wel zo blij mee ben. Of dat ik het ook echt zo zou doen. Maar je zou dus ook een maybe string kunnen maken. Waarvan ook een wrapper type is die zegt van dit is een string of nil, die je ook kunt aanmaken van met deze constructor en die dan dit type teruggeeft. En hier mis ik wel een beetje, want dit zou je, ja, als je het op deze manier doet, zou je maybe integer, maybe float, zou je allemaal die verschillende dingen moeten maken. Dus wat je hier een beetje mist bij Elixir, of wat ik nog niet echt gevonden heb, is dat je zo gelijk met generis kunt doen bij een andere taal. Dat je kunt zeggen van ik heb hier een maybe. En ik geef het type mee, ik heb een maybe string of zo. Dus dat je die maybe kunt hergebruiken. Zo kun je dan aangeven dat je middle name eigenlijk optioneel is. Dus je types specs geven wel heel duidelijk aan van hoe ziet het model eruit. Hè?
Oké, dan gaan we nog een beetje verder. Gaan we deze names horen eigenlijk ook samen. Die gaan we rappen in een nieuw rapper type. Dat wordt een personal name. En dan komen we bij het einde uit. En dan hebben we een customer, is eigenlijk een name van personal name met een e-mail. En dan, ja, ik weet niet, vrij mooie code in mijn ogen. Wat ik hier ook nog gedaan heb, is ook nog een rapper type maken. First name, last name, middle name. Ja, het lijkt misschien allemaal overbodig, maar wat dit er dan ook over doet, is eigenlijk, als je dit hebt en je hebt een constructor en personal name met first name, middle name, last name, dit vermijdt een beetje dat je je last name als een first name gaat meegeven, want dat is niet hetzelfde type. Dus op die manier kun je ook wel weer van die soort fouten een beetje voorkomen. Hetzelfde principe kan je een beetje toepassen op als je met ID's of zo, als je een order hebt en je noemt het type order ID, dan kun je vermijden, als je ergens een order ID verwacht, dat type, ook al is dat een gewit of een integer, maar dat het echt wel een order ID is, dat je niet per ongeluk een ID, een customer ID meegeeft ofzo. Dus daar word ik blij van. ik vind het wel vrij mooi gedesigned ofzo, maar als je dan vraagt van, is dit leesbaar door een domein-expert? Ik weet niet. Denk het niet echt, dus dat je domein-expert... Uw domein is de Elixir compiler of zo. Ja. Dus. Dus wat ik ook aan het proberen ben, is om nog een beetje cleaner te maken met algebraic data types. Dit is een library die dat aanbiedt, die algebraic data types. Wat heet die dan? Algae. Ik heb het. Gegoogeld. Ik heb dus echt algae pronunciation ingeven en dan is er iemand die zegt algae. Britse algae. Eigenlijk zei ze algae of algae. Dus, maar algae, ik weet niet. Dus ja. Daar hou ik me dan de hele vanmiddag mee bezig. algebraic data types. Ik weet niet of dat iemand weet wat dat zijn. In mijn ogen klinkt dat heel complex, vind ik, en wiskundig. Maar eigenlijk, als we dan Wikipedia gaan kijken. Algebraic data types. In computerprogramming, especially functional programming en type theory, an algebraic data type is a kind of composite type. That is, a type formed by combining other types. Dus... Niet zo spectaculair. Dat is eigenlijk wat we al de hele tijd gedaan hebben. Een map, waarbij je zegt van een map is, een customer is personal name en e-mail is een algebraic data type met een and-relatie. Als we zeggen een middle name is een string of nul, is een or-relatie. Dus is een algebraic data type. Twee data types die veel gebruikt worden bij die theorie is een een product type, wat jij ook al zei. Een product type is eigenlijk een and-relatie. Dus een map is een product type. Wat die algae dan aanbiedt, zijn macro's. Die dev data is geen Elixir keyword ofzo. Dus Elixir biedt ook heel veel tools aan voor macro's te schrijven. Dus wat dit doet, die dev data, is eigenlijk... deze gegevens gebruiken om dan benauwde code te genereren die ik ervoor zo heb uitgewerkt. Dus die gaat hier een dev struct genereren voor person met die type specs. Dus, maar dat ziet er wel veel leesbaarder uit. Hè? Dat is al veel minder code. Misschien leesbaarder door een domein expert. Ik weet het niet. Een ander type is sumtype. Sumtype is dan een or-relatie. En algae biedt daar voor devsum aan. Dus wat dit genereert is intern ook een struct, right? En waarvan dat dan de type is red, or yellow, or green. Dus een sum type is eigenlijk een or-relatie, een beetje like enums in andere talen. Dus als we een algae toepassen op die code, kunnen we wel, ja, kunnen we. Toch wel veel dingen op keuze. En wordt het toch wel
ja, leesbaar. En ja, zoals ik straks ook al zei, ik vind het heel fijn om zo om die dingen niet gewoon streng te noemen. Ik denk echt dat dat helpt ja, om ik gewoon leesbaar. Ja. Vang je met die vorige, vang je dan ook af dat ze alle drie nul kunnen zijn? Nee, maar algae, daar zitten ook een paar andere voorgedefinieerde data types in, zal ik zeggen. Gelijk maybe, wat ik er straks zei. Maybe is eigenlijk ook een algebraic data type van or. Hè, maybe is of een value of niks. Ja. En die maybe zit er wel in, dus wat je dan kan doen is maybe string. Zo. Alleen waar je dan niet zo mooi als ik het hier zeg, omdat je dan die generics niet hebt en zo. Dus de type die hij dan genereert is any, dus dan gaat hij niet meer echt kijken. Ja. Dus half-half, ja. Dus, ah ja, en iets wat dan ook heel veel in dat boek terugkomt, en dat vind ik echt wel mooi, is dat die subtypes heel goed, ja, heel mooi kunnen gebruikt worden om state machines te modelleren. En state machines, dat klinkt ook wel wiskundig, maar het is volgens mij ook wel iets wat heel veel voorkomt in verschillende business problemen. Zoals, ja, ik heb op Pascal ook gezegd, je hebt een shipment, die heeft een draft, en dan worden daar tarieven op gegenereerd, en dan wordt die geboekt, en dan wordt die geshipped. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een order, en hier zeggen we een order is of een validated, waar dan de ruwe data van het form voorstelt ofzo. De volgende stap is dan, is die validated, dat wil zeggen van, we hebben die form gevalideerd. Of hij is priced, hè? En zo kun je verder gaan. Er zijn een paar dingen mooi aan. Een ervan is dat je bepaalde specifieke eigenschappen uit types kunt houden. Wat ik wil zeggen is, van, je hebt hier bijvoorbeeld een priced order. Een eigenschap van een priced order is de prijs. Maar omdat je dat hier niet nodig hebt, blijft dat uit uw invalidated order. Daar heb je nog geen prijs prijs nodig, dus dat filter blijft ook uit die domeinobject daar. Dat is wat je hier dan ook ziet. Hè. Dus hier zit niks van price in. Dus echt alleen data die je nodig hebt voor die invalidated order op te slaan. Een ander voordeel van die subtypes gebruik is dat je functies kunt schrijven die alleen werken op één specifiek type van dat order. Dus je kunt hier zeggen van die validate order, die verwacht een invalidated order. En die geeft een validated order terug, of validation errors. Een ander voorbeeld is van een ship order werkt alleen op een paid order. Dus je kan daar niet per ongeluk een priced order in steken wanneer het betaald is. Als je dialyzer gebruikt. Dus ja, die ship order heeft een paid order en die geeft dan een shipped order terug. Dus ja, die type safety. Ja, pattern matching, eigenlijk wat je hier kunt zeggen is van de order is hier, ik verwacht hier een struct paid order. En dat helpt ook wel, maar het probleem van pattern matching is nog altijd van, als je alleen pattern matching zou doen hier, dan zit nog altijd runtime errors als je er iets anders in steekt. Maar dat helpt ook wel. Maar, dus die type specs helpen meer. Sorry? Je moet allebei. Ja, dat is wel het beste, ja. Alleen is dan weer een nadeel van die opaque, wat ik daar straks zei. Als je een opaque type gebruikt, dan mag je geen pattern match meer doen. Dus ja, maar ook omdat je dan, als je pattern match doet, dan gebruik je eigenlijk de interne structuur van dat type. Dus je zegt eigenlijk van, ik heb een paid order. En dat is een type. Maar als je dan pattern match doet, dan ga je ervan uit dat het een struct is. En ja, dat weet je eigenlijk niet. Ja, weet je wel, maar. Dus ja, dus wel mooi. Dat zorgt ervoor dat je geen orders kunt shippen die niet betaald zijn. Wat domeinexperten blijkbaar belangrijk vinden. Dat is het een beetje. Dan de future. Wat zijn dingen waar ik nu nog naar aan het kijken ben? Is dan verder, ja, ik ben die boek aan het lezen. En die begint nu meer over te gaan op die workflows echt implementeren. Dus meer die implementatie van die ship order. Die dingen en zo, dat je dat mooi kunt doen. Wat ik er straks over gehad heb, hè, want dat is dan waar ik dan het vraagstuk waar ik begonnen ben, zal ik zeggen, van hoe kun je deze design patterns van DDD, hoe kun je die mooi modelleren in Elixir? Maar daar heb ik ook nog echt niks van gezegd, dus
ik weet nog altijd niet goed. Ik denk wel dat die dingen ook wel terug kunnen komen in een Elixir, zou ik zeggen. En dan het grootste probleem is natuurlijk van hoe ga je persistence hierop bouwen. En daar wil ik wel mee verder gaan, want Acto is dan de library bij Elixir, die zorgt voor een soort ORM library. Maar als je zo op deze manier nu modelleren bent, wordt het wel moeilijker om Acto te gebruiken, denk ik. En het persistence naar de buitenste laag te brengen. Dus. Ja, ik weet het niet. Dus dat is een ding waar ik s'nachts van wakker lig. Ah ja, een ander ding is natuurlijk persistence. En dat is wat dikwijls terugkomt. Ook bij Haskell bijvoorbeeld, waar sumtypes wel echt in de taal zitten. Is hoe sla je sumtypes op? Like, die order wat ik er zei, is heel mooi in de code te modelleren. Validated order, or invalidated order, or priced order. Heel mooi in de code. Maar als je dan een relationele database wil opslaan, dan moet je wel keuzes gaan maken van, is dat één tabel, zijn dat meerdere tabellen, laat ik sommige velden nul. Dus, ja. En dan laatste, wat ik ook wel op mijn lijstje staat om ooit te bekijken, is die category theory en die ADT's. Ik vind altijd even zo'n heel wiskundige bijklank en zo, maar ik denk echt wel dat dat kan helpen om die dingen, om ook voor saaie business applicaties te bouwen. Ja, dank u wel voor te luisteren. Ja, als iemand vragen heeft of suggesties of erover wil mee over wil nadenken. Ja, ik heb een presentatie gezien van Witchcraft. Ja. Overweldigend. Heb je daar naar gekeken? Heb je daar een mening over? Ja, die LG is eigenlijk bovenop Witchcraft. Ja, een stukje van Witchcraft. Of is het van? Ja, ik had denk dat Witchcraft groter is dan LG. Ja, nee, Witchcraft. Ja, dus LG heeft als dependency Witchcraft, maar LG biedt niet zoveel aan, die biedt die markers aan voor die devsum. En dan die Witchcraft is echt wel voor al mijn die category theory objecten te modelleren volgens mij. En ik heb ook eens een presentatie gezien en ik vond het ook wel een beetje overweldigend en zo, ik weet het niet. Dus die LG was op dit moment, dat vond ik bruikbaar zal ik zeggen. So, maar ik weet er ook niet zo heel veel van die category theory. Dus bij die Witchcraft, als je daar gaat kijken op die library, zie je zo allemaal die functors, monads, helemaal die lijst. Maar dan denk ik van, ja, wat moet ik ermee? Maar dat is inderdaad wel wat ik verder wil, ja, wel heel benieuwd. Ja, ik heb wel wat met Elm gespeeld en dan herken je wel die dingen. Ja. Dan is dat allemaal heel simpel en overzichtelijk en met die datatypes. Dat je in wel steeds onmogelijk maakt. Ja. Ik vind ook een heel mooie. Ja, ik vind ook. Dus dat is ook wel iets wat ik een beetje mis in Elixir vind, zou ik zeggen. Zo, want je met Tileizer ook, het helpt wel. Maar het is soms toch zo net niet hetzelfde. Het is ook dikwijls. Tileizer is vrij traag. Dus we hebben het wel bij onze CI Einstein. Maar ik kan dat lokaal vrij weinig, dus het is dikwijls zo dat het heel laat komt, dat er warnings zijn. Dus, en dan heb je er geen zin meer in. Ja. Ja, dus ja, je bent een bouwer, gecompileerd, unit testen, allemaal goed. En dan krijg je dialyzer warnings. En dan, dus, ja. De feedback is te laat, vind ik. Ja. Nog vragen? Suggesties? Nadruk op dat het type system. Maar kun je het ook een beetje los daarvan zien, zeg maar. Dat je toch zegt van ik hou van dynamisch programmeren van gewoon maps gebruiken en alles. En ik dan toch lessen te leren van domain modeling, domain design. Ja, dat denk ik wel, want ik moet ook zeggen, in deze talk ben ik wel vrij ver gegaan, denk ik, wat we in de praktijk, dus geen productiecode zo. En dan denk ik nog altijd van dat heel die filosofie van naming is heel belangrijk en dat komt dan heel veel terug, ook DDD zelf. Het feit dat ik nu zo met die types, dat ik daar zo fel op inging, is vooral omdat ik nu die ene boek aan het lezen ben, van die domain modeling made functional en dat hij daar zelf ook zo heel veel op ging. Want de DDD-boek zelf
zegt er heel weinig over. Die heeft geen mening, zover ik weet, over type systems ofzo. Dus daar staat er wel los van. Ja. Je kunt zeker DDD doen bij dynamic typing. Ja. Ja, dat was het dan. Wilt u weten wat Kabiza ook voor u kan betekenen? Bel ons dan voor een vrijblijvend gesprek of vul het contactformulier in.